Als ik hem beter weet te hitten, dan kan ik op zich zijn Iron Leggings looten, though. En voor de rest, hij heeft niet veel meer als mij dan. Alleen moet het natuurlijk wel gaan gelukken. Oké dan. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag lekker verder met Assassination. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog bij een nieuw abonneer. Welkom. Hoewel ik zei natuurlijk, we gaan verder, maar we beginnen natuurlijk eigenlijk helemaal opnieuw. Want de vorige keer was het natuurlijk met Dylan. Toen had ik uiteindelijk natuurlijk nog best wel wat coins verzameld. En daarna is er geen episode online meer gekomen. En dat heeft ermee te maken dat die wel was opgenomen, maar dat ik die per ongeluk had verwijderd. Dat is natuurlijk heel erg duur, want ik had lekker gearsetje. Ik had pots en alles erop en eraan. Maar die is dus per ongeluk verwijderd. En nu hoor ik jullie denken van Duffy, hoe is dat nou weer in godsnaam mogelijk dat jij die shit hebt verwijderd? Nou, dat is vrij simpel. Wanneer je allemaal video's opneemt, heb je natuurlijk allemaal files en dat shit allemaal. Ik nummer ze ook daadwerkelijk dan wel met datum en dag wanneer ze online moeten komen. Maar, nou is het dus zo dat ik het zondagmapje had verwijderd. Ik zat van, oké, ik heb alles van zondag gerenderd. En toen was het in één keer zo van, wait a second, waar is de Assassination video? En ik ben iemand die leeg nogal snel zijn prullenbak, zeg maar. Dat ik zoiets heb verwijderd van, joe, verwijderen, prullenbak. En toen was het eigenlijk allemaal zo'n beetje gone. Dus dat is pretty zuur, zoals je wellicht begrijpt. Dit is ook pretty zuur, hoe het tot nu toe gaat, maar goed. En toen had ik dus die opnames niet meer. En daarom kon ik niet daarmee verder. Dat is dus eigenlijk de story of my life. Zelfs dat wij zometeen hier waarschijnlijk dood zullen gaan. Omdat de mensen achter me aan zitten en ik moet eten. Dat is pretty fucked up. Die is zelfs wel heel dichtbij, die kerel. Damn it. Kan ik het overleven? Vraag ik misschien af. Nope, I can't. But I believe. Komt hij achter me aan? Hij komt nog steeds achter me aan. Oké. Ik kan zo meteen gaan uitloggen, though. Dus heel snel, Huub, zo. 3, 2, 1, Huub. Ho, ho! De escape! De hele, hele, helige, smerige rot escape. Maar hé, het werkt. Toch? Leven we nog? We leven nog. Met een half hartje. Oh, I'm so nasty right now. Dit is zo, maar ook echt zo smerig om te doen. Maar hé, you gotta do what you gotta do. Ik bedoel, ik wil vandaag full iron hebben. Dan moet ik gewoon eventjes gewoon ervoor zorgen dat ik gewoon die shit weet te securen. En daar hoorde dit nou ook gewoon even bij. Er trouwens wel iemand team met diamond gear. En we zien iemand met iron gear daar ook natuurlijk nog. Als ik hem beter weet te hitten, dan kan ik op zich zijn iron leggings looten, though. En voor de rest, hij heeft niet veel meer als mij dan. Alleen moet het natuurlijk wel gaan gelukken. Oké dan. Ik weet niet wat dit was, maar yo. Dankjewel voor iron leggings, daar hoef ik weer iets minder te kopen. Super chill. Oké. Nee, oh, hij heeft speed. For fuck's sake, we're doomed. Of doet hij niks? Wacht, doet hij nog niks? Hij doet wel wat, tuurlijk. Tuurlijk doet hij wat. Tuurlijk, Duf, tuurlijk. Oké, wacht. Oh, ik wou hem eraf gaan tikken. Shit. Ik kan natuurlijk nu naar de slash hup, barbertruut gaan. Maar ik heb zoiets van, misschien haal ik ook wel gewoon een shop. Als ik dood ga, dan had ik gewoon slash hup moeten typen. Maar misschien overleven het. Oké dan. Close call. Hoeveel coins hebben we? We hebben inmiddels 180 coins. Ik durf te zeggen dat wij oprecht genoeg coins hebben om gewoon full iron te kopen. Van hetgeen wat we nu hebben. Alleen, het probleem alleen echter is, de mensen hier allemaal nu om mij heen staan en alles. Dat is meer het probleem nu. Fuck it. We just gotta go. Beter niet meer met diamond gear. Beter niet meer met speed. En beter halen wij gewoon een shop en kunnen we gear kopen. Want I freaking need it. Er komt iemand in mijn back, though. Er komt iemand in mijn back. Maar wat heeft hij? Oké, die heeft verder niks boeiend. Oké, goed. Over nog rustig deze kist. Dankjewel voor de coins. En gaan we denk ik maar rustig richting de armor shop. Ik bedoel, liever voor iron dan niks, of course. En ja, why not? Waarom heb ik zo die cap nog niet op? Dat is ook dom, want alle kleine beetje armor helpen natuurlijk gewoon om jezelf te verdedigen in het heets van de strijd. Ik zou hem graag willen mengen, maar lijkt me niet verstandig nu. Oh boy. Komt hij mijn kant? Wacht eventjes. Oh no. Oh no, 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 no. We just gotta go, my. We just gotta go. Bye. Die man met duimen keer is quick. Holy shit. We moeten met een omweg naar de bepaalde shop gaan. Is op zich geen enkel probleem. Is wel een beetje jammer natuurlijk. Komt hij maar weg? Nee, we zijn nog Gucci, right? Yes, oké. Dan gaan we denk ik nu ook maar gewoon er eventjes een speedbottle bij kopen. We zien daar wel iemand ook in deze shop staan. Kan ik die shop... Oh, nou nee. Dit doet me denken aan gisteren. Aan Skywars. Dat ik dus ook letterlijk door een 1x1 gat flikkerde. Weet je wat ik denk van... Krijg je het voor elkaar? Nou, Duffy zijn dus. We gaan dus nu één ding doen. Dat is gewoon, wat er ook gebeurt, we gaan recht op de armor shop af. Wat er ook gaat gebeuren. We eten nog wel even snel trouwens. Go and go. Oké. Hop, hop, hop. Oh boy, ik zie hem met iron gear hier. Oké dan. Hij heeft speed, maar kunnen wij dit halen is de vraag. Hij heeft speed. Sla me vooruit. Sla me vooruit. Goed zo. Sla me nog maar een keer vooruit. Voor mij heeft hij namelijk de verkeerde speed.
Oeh, oké, we zijn safe. Het ziet eruit voor mij dat die persoon echt de verkeerde speed had. Niet dat mij het enige fucking interesseren, want ik leef, dat is het belangrijkste, maar hoppatee. Ik heb expres niet een arm en body gekocht in dit geval, omdat we natuurlijk een unbreakable chain body aan hebben. Is natuurlijk logisch om die dan te gaan gebruiken in plaats van het andersom te doen. Dus daar ben ik in ieder geval wel blij mee. There we go. We hebben alleen nu geen coins meer, maar yo, die hebben we natuurlijk niet voor niks. Die hebben we natuurlijk om uit te geven. Ik moet zeggen, ons gearsetje is toch al wel redelijk geslaagd hoor. Ik bedoel, we hebben nog iets van 60 coins, 64 coins hebben we over. Nou ja goed, we hebben 80 nodig nog voor de Iron Body. Zoals ik zei, ik wil vandaag gewoon meteen full iron hebben. Dat is gewoon easy peasy te doen. Dus hop, oh, daar hebben we het al. Denk, klopt dat nu wat ik zeg? Nee, trouwens, we komen voor mij nu 1 coin tekort. Wauw. Dan hebben we het nu. There we go. Gaan we die natuurlijk nu meteen ook nog even kopen. En dan hebben wij tenminste full iron. Super chill, super easy. Met name natuurlijk ook dankjewel naar die persoon met zijn iron leggings kappen die geen fuck voorstelde blijkbaar. Had ik wel wat meer van verwacht, maar ja. We zien hier nog steeds... Oh, wacht, kan ik hier even inmengen? Wil je doodgaan? Hoppatee, there we go. Dankjewel voor je brood. Oké dan, hoppatee. Ja, ondanks dat je dan net een fight hebt gedaan en ondanks dat ik... eigenlijk niks in de kill heb, je moet nooit rustig gaan lopen eten natuurlijk. We pakken ondertussen, deze natuurlijk, hoppatee, there we go. Deze komt ondertussen daarin tieven. Hoppatee, lekker man. Wat ook trouwens wel fijn is, want we hebben voor mij best wel redelijk wat kills gemaakt hier en daar tussendoor. Dat we best wel wat brood ook hebben inmiddels, hoi. Jij bent sowieso mad dat ik je heb gekild net. Maar ja, je moet nu wel gewoon nog een keer dood. Oh joh, rustig aan man. Hoppatee, there we go. Uiteindelijk, wat ik dan... Laat ik zo zeggen, in een fight let ik eigenlijk nooit op mijn HP. Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Alleen als zeg maar net nadat ik iemand heb gekild, kijk ik altijd naar mijn HP. En dan denk ik soms van, wait, ik was net bang dat ik dood zou gaan. Ik heb nog letterlijk bijna full HP. Like, bruh, really. Maar ja, dat noemen we dan maar weer typisch defy. We zagen net daarboven iemand waar ik op zich wel achteraan wil gaan. Die zit nou inmiddels hier. Klopt dat? Ja, dat is deze. Kijk aan. Ik heb namelijk het gevoel dat deze man best wel wat heeft lopen looten. En dat zou betekenen dat hij best wel wat... Oh, hij heeft trouwens ook een stone sword. Dat zou betekenen natuurlijk ook dat hij best wel wat coins op zak moet hebben. Kom hier. Oh shit. Kom op. Gino. Hier komen nou. Hier komen. Nee. Niet doen, Gino. Dino. Oh my god. Really? Oh my fucking god. Oh man. Why? Komt die keer achter me aan? Oh nee, ik flik je naar beneden. Weg hier. Ik meen het mensen. Hij had loot op zak. Deze keer had echt gewoon loot op zak. Gewoon... Bank loot. Alleen, we hebben het jammer genoeg niet. Hoi. Oh, dan komt iemand aan met diamond gear. Bye. Nope. Gotta go. Hop naar de shop toe. Dit moeten we niet willen. Snel. Skrrr. En bochtje om. Hoppatee. En we zijn veilig. Oké, hier komt hij namelijk aan. There we go. Hoppatee. Wat ik zeg, je moet gewoon uitkijken voor dat soort dingen. Ik bedoel, diamond, full diamond met speed. Ain't got no time for that bullshit. Damn. Het enige probleem is, waar is hij nu? Want ik ben hem een beetje kwijt, om zo maar te zeggen. Staat hij daarbij eigenlijk hier? Staat hij hierbij? Even kijken hoor. Ja, hij is daar buiten. Okay, als ik dan nu via hier weg ga skurren, dan moet dat misschien wel gaan lukken. Oké, dan kunnen we zo meteen hier misschien nog snel naar boven klimmen. Komt dit goed? Dit komt wel goed. Iemand voor mij met dubbel zwaardje in de handen komt achter me aan. Nou ja goed, dat vind ik niet zo erg dan. Want ik bedoel van, hey bitch, look up my dab. Hop, haha. Hoppatee, dat is zo'n easy troll gewoon voor die mensen om gewoon ze daar gewoon vast te zetten in de zin van ik gebruik die kist natuurlijk om nog omhoog te komen. Zij wil het ook doen, niks is er van gaan we niet doen, hoppatee, en ze zitten daar vast. Of nou, vast, je moet daar via die andere kant jumpen, wat ook gewoon kan, alleen ja, dat neemt weer extra tijd in, waardoor ik weer kan wegrennen. Super chill, wij gaan natuurlijk ondertussen nu naar de poisoning shop om natuurlijk wat speed bontails binnen te halen, want die hebben we natuurlijk ook gewoon nodig. En dan ja, kunnen we in ieder geval denk ik morgen bezig gaan, sowieso al voor beter zwaar ten eerste. Misschien ook wel mensen met gear neerhalen. Diamond gear, wat dan ook. En dan gaat het gewoon goed komen. We moeten natuurlijk deze week... We moeten natuurlijk even maandag en dinsdag zeg maar inhalen. Qua game-wise. Qua upload. Upload? Nee, niet qua upload-wise. Qua dagen dat we niet hebben gedaan. Weet je, normaal zouden we ook in één dag kappa full iron hebben. Misschien wel minder. Nu moeten we gewoon wat meer druk erachter zetten. Gewoon het keihard door gaan pushen ervoor. En dan lukt het gewoon. Kan ik die kist eigenlijk openen? Net niet. Of je daar ook niet. Oké, laat maar zitten. Hoppatee. We pakken hier gewoon eventjes nu... even kijken hoor. Hoeveel coins hebben we? Oh, we hebben best wel wat. We kopen gewoon even wat speedbottles. There we go. We komen letterlijk 2 coins tekort voor nog een speedbottel. Dan halen we hier nog even snel deze kist open. I dare you. Oké, ik wil net zeggen, je gaat niet één bronzen... Of heet dat? Één dark coin geven.
Dat betekent we nog even eentje kopen. Dan hebben we in ieder geval wat speed bottles. En dan hebben we in ieder geval een lekker... mooi begin natuurlijk al voor morgen. Dat we natuurlijk lekker wat speed hebben. We hebben eten. We hebben gear. Dus dat zou alleen maar betekenen dat we natuurlijk morgen verder kunnen gaan. En nog meer dingen kunnen verzamelen. Waardoor we uiteindelijk alleen maar beter zullen worden. En nog meer guilds kunnen maken. En nog verder kunnen komen. En weet ik wat allemaal. Voor nu mensen, bedank ik jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op de Vimeer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.